Erik Meijers, een 3-0 nederlaag tegen Cambuur. Ik had dacht van tevoren, Cambuur heeft moeite en pijn in de benen van afgelopen week. Achilles klapte volop, maar het bleef een beetje uit. Nou ja, goed. Uiteindelijk staat er natuurlijk een hele zakelijke 0-3 overwinning voor Cambuur. Maar ik denk als je de wedstrijd gezien hebt, dan hebben wij wel degelijk invloed kunnen uitoefenen op deze wedstrijd. En dat hebben we nagelaten, want we hebben wel degelijk mogelijkheden gehad om er een echte wedstrijd van te maken. En dat hebben we vandaag niet gedaan. Dus ja, dan kom je uiteindelijk tekort. Ja, jullie hebben inderdaad jullie mogelijkheden gehad, kansen, grote kansen, volgens mij iets bijvoorbeeld. Maar had je niet gehoopt dat je even, vooral in die beginfase, waar Cambuur ook de openingstreffer maakt, dat de ploeg er iets verder bovenop zat? Ja, nou goed, de openingstreffer die maakt Cambuur. En ik weet niet, ik moet de beelden even terugkijken, maar ik weet niet wat op de achterlijn gebeurde. Maar het leek een overtreding, maar goed, dan moet ik in de beelden terugkijken. Al met al kom je natuurlijk heel snel dan met 1-0 achter, dan wordt het natuurlijk een moeilijk verhaal. Aan de andere kant denk ik dat wij vandaag wel onze huid heel duur hebben verkocht. En dat we ook een heel behoorlijk niveau op de mat hebben gelegd. Alleen we hebben ons niet beloond met goals. En dan gaat het tenslotte wel om in de voetballerij. Is dat dan ook het verschil met Cambuur? Vandaag zeer zeker. Natuurlijk, vandaag Cambuur natuurlijk heel zakelijk 0-3 overwinning over de streep getrokken. En we hebben gewoon nagelaten om er een wedstrijd van te maken. Want als je dus de kans van Emir Smajic ziet, dat je dus eigenlijk niet te missen is. Ja, dan maak je er een wedstrijd van en dan kan het hier gaan spoken. Dat hebben we niet gedaan. Cambuur speelde ook niet groot. Nee, goed. We helpen ze natuurlijk in de fauteuil. Vandaar dat het voor ons daarna gewoon wat moeilijker wordt. Maar ik denk dat wij vandaag zeker behoorlijk niveau hebben laten zien. Waar wij mee verder kunnen. Alleen wij zullen wel goals moeten maken en ballen tussen de palen schieten. Want anders kun je nooit een wedstrijd winnen. Nu sta je doordat Dordrecht toch weer een puntje heeft gepakt. 9 punten achter met nog 10 wedstrijden te spelen. We wisten al dat het moeilijk was, maar het lijkt nu wel erg zwaar te worden. Nou, het wordt misschien 5% zwaarder als voor vandaag. Kijk, we hebben volgend weekend een dubbel programma en dan kan het zomaar zijn dat wij 4 punten pakken en Dordrecht niets. En dan is het weer open. Maar het kan ook andersom. Maar wij gaan nog steeds uit dat het glas half vol is. En wij proberen toch aankomend weekend met Jong Utrecht en RKC toch minimaal 4 punten te halen. Dat zijn tegenstanders waar tegen het mogelijk moet zijn voor Achilles. Ja, dat denk ik ook wel. Ik vind dat wij vandaag voetballend best behoorlijk voor de dag zijn gekomen. Alleen het gaat tenslotte wel om kansen verzilveren. En dat hebben we vandaag nagelaten. En we hebben ze wel gehad. Dus daarin kan ik de ploeg weinig verwijten. Alleen je weet wel dat je moet scoren. Dat hebben we niet gedaan. Dus op deze voet verder richt de komende week wel, maar dan die bal erin? Ja, ik denk wel dat wij gewoon dit niveau moeten halen. Alleen we moeten voor de goal scherper zijn. En dan kunnen wij er ook meer een wedstrijd van maken. En dat hebben we vandaag nagelaten. En daar ben ik wel heel erg teleurgesteld over. Dankjewel.